De Gordische cameraman Stan Storimans is in Georgië omgekomen door een Russische clusterbom. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De organisatie baseert zich daarbij op verslagen van ooggetuigen. Rusland echter ontkent dat het clusterbommen, die zeer omstreden zijn, heeft gebruikt. Storimans kwam dinsdag om het leven in de Georgische stad Gori.